Zij heeft als politicologe in 2009 als de eerste vrouw de Nobelprijs voor de economie gewonnen. En ze staat eigenlijk voor alles wat deze faculteit, deze universiteit en deze stad wil zijn. Dames en heren, uw burgemeester vindt het super. U krijgt eindelijk een gebouw waar u recht op heeft als studenten en medewerkers en internationale bezoekers. Mag ik u daar van harte mee feliciteren en heel veel succes en een goed studie- en studerend leven hier toewensen. Dank u wel. Auto's aanprijzen alsof je ze draaien die Toyota koopt, opeens met Wagner op de achtergrond door een Zwitserse bergpas rijdt.